Tadic krijgt die bal en die moet hem raken en maken. En dat doet hij. Goal, 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 goal. Ajax 1-1. Wat een schitterende paas op Dusan Tadic. Ziyech. Eigenlijk ook een 10 naar die andere 10. Een 10. Taliafico. Veel mensen voor het doel. En daar is Dusan Tadic. 3-1. Een mokerslag, kort voor rust. Neres, Tadic bij zich. Daar is de paas op Tadic. En daar is nummer 3 voor Ajax. Neres wordt bedankt. Tadic scoort. Het is zijn derde van het seizoen. En dit is Tadic. Schijnt de meest gretige nog op het veld, want nog één goal. Dan heeft hij net zoveel als Luc de Jong. En dat is deze. Hij jaagt hem bijna dwars door het net heen. Tadic met de 1-4. Het is zijn 28e van dit seizoen. En daarmee heeft hij net zoveel als Luc de Jong. Hier alsnog de goal. Ja, de regisseur was het even kwijt. Tadic denkt, nou, dan doe ik het toch gewoon een keer zelf. 2-0 voor Ajax. Dusan Tadic, de man van de wedstrijd, nu al. Met zijn schitterende voorbereiding bij de assist naar de 0-1. Ziyech is mee. Tadic, Floranus, verkeerde inschatting en 2-1 Ajax. Het gaat hard met de goals. De tweede voor Tadic. Naar de combinatie met Hakim Ziyech. Het begint met een formidabele crosspaas van Daley Blind in de loop bij Tadic. Hier is Huntelaar. Tadic. Tadic! 2-0! Een echte 2-0. Precies naast de paal. En 10 minuten voor tijd. Een echte 2-0. Ziyech tot twee keer toe. Paas is goed, zegt van Hakim Ziyech. Tadic met de kans. En via de onderkant van de lat maakt hij dat dan ook geweldig af. En daar is dan de openingstreffer voor Ajax. En dus ingooi voor Real, maar die krijgen ze niet. Neres langs Carvajal. Taliafico